Deze week de voorbeschouwing op de uitwedstrijd maandagavond tegen Jong Utrecht met assistenttrainer William van Overbeek. Maar die is niet alleen assistenttrainer, maar die is ook trainer van FC Den Bosch onder 21. En vandaar dat we jou vandaag hebben gevraagd. Want na de promotie, hoe gaat het nu met de onder 21, William? Goed. Je ziet duidelijk een niveauverschil. Natuurlijk prima tegenstanders tegen. Hoog niveau. Qua ontwikkeling is het een hele mooie stap voor de jongens. We staan nu in de middenmoot, zitten we heel dicht bij elkaar. Het zijn nog 4 wedstrijden voor ons. Dus spannend, ja. Ja, om even voor de winterstop speel je met alle respect tegen clubs als Ceburgia, Maassluis. Nu gewoon tegen de opleidingen van Heerenveen, Go Eagles, Twente, Emmen. Dat is wat je wil. Ja, zeker. Dan kom je ook weer die stappen gewoon wat kleiner. Na 1 is natuurlijk groot. Maar het niveauverschil tussen de derde divisie en tweede divisie is enorm. Ja. Dat merken we wel. Ja, voor supporters, welke spelers die voor hen bekend zijn, die alleen de wedstrijden van FC Den Bosch 1 zien, welke spelers staan er bij de onder 21 op zaterdagmiddag op het veld? Ja, van achteruit is Nick de Groot, Stan Maas. Nou, Joran is natuurlijk lang geblesseerd geweest, dus die speelt ook wel eens. Dat is een wedstrijd nu, een minuut te maken. Jumani, Prebe en Mo, die regelmatig meespelen. Ja. Er zijn gewoon ook eigenlijk spelers die ook al een aantal minuten in het eerste hebben gemaakt, maar die gewoon op zaterdagmiddag nog in de onder 21 uit mogen komen. Ja, klopt. Maar dat zie je ook. Hè. Wat je al aangaf in de derde divisie, dan is het niveauverschil wel eens te groot geweest, in het voordeel van ons. Ja, en dan speel je niet echt wedstrijden om te ontwikkelen. En nu zijn het wedstrijden, Emmen, Twente, Vitesse. Ja, die hebben ook 4, 5 jongens die bij 1 zitten, meetrainen, contractspelers erbij. Ja, dan moet je echt tot het tandvlees. Ja, merk je het niveauverschil vooral in het tempo in een wedstrijd en in de handelingssnelheid bijvoorbeeld, die spelers nu moeten hebben? Jazeker. Als je kijkt verdedigend vanuit de druk zetten, als je dat niet goed doet met het team, linies kort, ja, dan speelt een tegenstander zich gewoon heel makkelijk onderuit. Ook aan de bal, net wat je zegt, sneller handelen, snellere keuzes maken. Dat niveauverschil, dat is enorm. Ja. De doelstelling dan? Voor jou, met je team, naast het opleiden van spelers. Maar ken je als trainer die altijd wil winnen. Wat is je doelstelling in die competitie? Nou, deze competitie is handhaven, zou natuurlijk heel mooi zijn. Het zijn meerdere clubs die ook allemaal Eredivisie spelen. Je ziet dat gewoon terug aan de spelers op het veld. Ja, nogmaals, dan is het, zou het gewoon heel mooi zijn om deze competitie erin te blijven. Het zijn ook maar 7 wedstrijden in plaats van 14. Aan de ene kant jammer, omdat je ook natuurlijk moet wennen aan het niveau, want het is een flink verschil. Ja, aan de andere kant heb je natuurlijk wel meer kans in die korte tijd als je een goede serie wegzet om erin te blijven. En dat zou mooi zijn. Ja. Hoe ziet die degradatie eruit? De nummer laatst gaat eruit of meerdere ploegen? Ja, ik dacht nog steeds dat hetzelfde is. En dat zijn de nummer laatst, 1 laatst die degraderen en nummer 1 en nummer 2 die promoveren. Ja, ik ben nu in de middenmoot te vinden, 4 punten. Daar tevreden mee of had er meer in gezeten? Nou, weet je, Vitesse, dan zie je, dan speel je met geen jongens van 1, hè, dat we een dubbel programma hadden. Zij hadden de 5 in staan, ja, en dan is het een groot verschil, dus je kan je verliezen, niks mis. Dat was de zaterdagmiddag even van VVV Venlo, dat de Mossie thuis tegen VVV speelde. Ja, klopt, ja. Nou, dus daarom, nou, dat kan. Daarna Twente thuis gewonnen, in de eindfase heel zwaar gehad. Emmen gelijk gespeeld, Emmen, ja, positioneel denk ik wel kunnen zeggen, gewoon beter, makkelijker voetballen. Qua kansen hadden die wedstrijd kunnen en misschien wel moeten winnen, hebben we nog teruggekeken. Ja, het zit dicht bij elkaar, dus het blijft tot aan de laatste wedstrijd spannend. Ja. Hoe ziet het programma de komende weken eruit? Dit weekend heb je de wedstrijd uit tegen Go Eagles, de inhaalwedstrijd. Daarna voor de supporters als een keer een wedstrijdje willen komen kijken? Ja, raad ik ze aan, want het is een hartstikke mooi niveau. Nou, we spelen Go Ahead uit. De week erop inhaal. De week erop is het Heerenveen uit. En dan hebben we de laatste 2 thuiswedstrijden. Dat is De Graafschap en Excelsior. Ja, en daarin kan de ploeg alle steun gebruiken om die doelstelling te halen. Handhaving, wat gewoon eigenlijk heel knap is na de promotie. Ja, dat klopt. En dat kunnen we zeker gebruiken, dat merk je. Er zit ook, je ziet het nu al, er zit wat meer publiek. Ja, het zijn nog gewoon heel aantrekkelijke wedstrijden. De wedstrijden worden op zaterdagmiddag 2:30 in het stadion gespeeld. Dus voor de mensen die willen komen kijken, hou de sociale media kanalen van FC Den Bosch in de gaten voor het programma voor de onder 21 en alle andere jeugdteams. Het bruggetje maken naar maandagavond. Hoe lekker is het om een aantal wedstrijden ongeslagen met de ploeg dan in een trainingsweek op het veld te staan? Ja, dat doet natuurlijk heel veel. Plezier, vertrouwen, dat zie je, dat is ook normaal, dat merk je. Ja, en dat zit goed. Ik denk ook als je kijkt de laatste fase, ook met wedstrijden die we hebben verloren, wel met goed spel. Ja, dat geeft gewoon enorm veel vertrouwen. En ja, we gaan die laatste wedstrijd ook met heel veel vertrouwen in. Ja, dan is, jij loopt hier al wat langer rond. Jong Utrecht uit, traditioneel een hele lastige uitwedstrijd voor FC Den Bosch.
Ja, ja, ik denk die al die jong teams. Dat zijn gewoon hele lastige ploegen. Ten eerste zit er gewoon heel veel kwaliteit. Want als je het ziet, ja, er zijn bij teams die spelen gewoon 1-2 seizoen later bijvoorbeeld Champions League. Ajax of PSV Europa League. Dat is gewoon een enorm niveau. Dus dat blijven altijd hele lastige wedstrijden. Maar aan de andere kant, vertrouwen is er. Ja. Is het dan, maakt het het extra lastig dat je ook nog eens in een vrij weekend van de Eredivisie speelt? Waardoor je helemaal geen enkel idee hebt wat er bij Jong Utrecht op het veld kan gaan staan. Want het zal misschien wel een versterkt Jong Utrecht zijn. Ja, die kans aanwezig. En dat is altijd heel lastig. Jack heeft ook de laatste wedstrijden van Jong FC Utrecht bekeken. Of qua opstellingen. Ja, daar zit gewoon heel veel verschil in. Dus ja, het enige wat je kan doen is kijken naar hoe dat ze spelen. Wat hun manier van spelen is. Nou ja, zij ook wel vaak vanuit een omschakeling. En namen, ja, dat weten we maandag. Ja, dus je kijkt niet naar de poppetjes. Je kijkt gewoon de speelwijze. Die staat waarschijnlijk altijd vast. Of is die nu ook veranderd daar bijvoorbeeld door de trainerswissel bij het eerste elftal, waar René Haken is vervangen door Rick Kruis. Merk je ook dat de laatste weken dan een verandering in de speelwijze bij Utrecht heeft? Of daar is niks aan veranderd? Niet bij Jong. Niet bij Jong. Nee, bij Jong is het de laatste aantal wedstrijden toch vrij hetzelfde. Ja. Wat is de doelstelling voor FC Den Bosch? De periode. Ja, als je wilt dromen, dan kun je die nog halen. Moet er wel heel veel gebeuren. Maar je kunt bijvoorbeeld wel de stap naar de kop van het rechterrijtje, misschien wel onderkant linkerrijtje maken. Is dat een doelstelling? Ja, sowieso. Kijk, hè, Jack heeft altijd een piramide en die nemen ook vooraf een periode door. En nu hebben we ook weer een aantal doelstellingen. Nou ja, we kunnen nog redelijk wat punten erbij halen. En ja, wat je terecht zegt, aan de hand van de punten die je haalt, kan je natuurlijk ook stappen maken in de ranglijst. En ja, dat moet altijd een doel zijn. Ja. En in die laatste wedstrijden kun je ook nog een rol van betekenis gaan spelen tegen ploegen als Volendam en bijvoorbeeld Rode JC, die je nog om van alles gaan spelen. Ja, maar er zijn enorm mooie wedstrijden om te spelen. En dat zie je ook de laatste wedstrijden in het stadion. Een geweldige sfeer, supporters staan erachter. Ja, dat geeft een enorme boost aan de spelers en ons ook. En ja, dat moet je meenemen. En als je dan tegenstanders krijgt die voor promotie spelen, ja, dan moet je huid duur verkopen. Dan moet je laten zien wat je waard bent. Ja. Wat is jouw verwachting aanstaande maandagavond? Je speelt niet op Zoudenbalg. Je speelt in een heel groot, waarschijnlijk niet al te vol stadion Galgenwaard. Al weet je niet natuurlijk, op tweede paasdag zou de club misschien daar acties kunnen doen om het toch wat gevulder te maken. Verwacht je een hele open wedstrijd, zoals het hier bijvoorbeeld de thuiswedstrijd tegen Jong Utrecht was, met twee aanvallende ploegen. Twee ploegen die wilden voetballen en waar vooral in heel veel strijd in zat. Ik denk het laatste wel. Denk veel strijd. Ja, we hebben natuurlijk ook Jong Utrecht bekeken en ja, we verwachten gewoon dat we ook geduldig moeten zijn als ze spelen zoals ze de laatste wedstrijden spelen. Loer op de fouten van de tegenstander. Uiteindelijk ploeg die speelt op de reactie, met ja, vooral. Ja, laatste wedstrijden wel. En uiteindelijk denk ik wel dat, zeker tegen Jong ploegen, groot veld, geef je al aan, dat naarmate de wedstrijd vordert, ja, dan komen er veel ruimtes. En dan is hopen ook dat we daar ook even tot in toe kunnen slaan. Oké, okay, heel succes toegewenst. Natuurlijk niet alleen met de onder 21, maar ook met het eerste. Dankjewel. Okay.